Als je niet wil dat ik je auto onderkotst, moet je nu stoppen. Nee, 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 nee. Ik hoor het aan je stem, hè. Hey. Hey. Hey, lieverd. Heel rustig, zodat ze niet bang wordt, oké? 3, 2, 1. Hey, mensen! Ik kom net iemand langs fietsen. Oh, ze is gestopt. Damn on the haters. Oh, dit is zo kut. Dabber. Dabben is zo stupid. 3, 2, 1. Dabber hem heden. Als je niet wil dat ik je auto onderkotst, moet je nu stoppen. Komt die kat nog? Nee. Step! Laat hem ontvoeren. Kom eens. Oké, dat is dit dus een kat. Een kat, dat is gewoon mijn kat. Is dat jouw kat? Serieus? Ik dacht dat we gewoon een random kat gingen ontvoeren. Wow. Laat hem meenemen. Meenemen! Iemand vroeg gisteren aan mij, wat is je lievelingsdier? En toen zei ik een aap. Dat ben ik. Lieve mensen, hoe gaat het met jullie? Met ons gaat het goed. Mocht je ergens verfvlekken zien op ons lichaam, we hebben geverfd. Nee. Tess heeft verf op mij geduwd. Smeerlap. Zal ik je even kijk, laten ik heb zien hier wat Merk heeft aan. Gedaan bij mij? Kijk, dit shirt is helemaal... Dit heeft Merk allemaal bij mij gedaan. Oké, zullen we gaan? Want ik denk niet dat ze... Jij valt elke keer, hè? Nee. Ik dacht dat je die deur dicht wilde gooien, maar je telefoon ligt daarop. Dus ik dacht, dan valt hij op de grond. Oh nee. Hoi! Oh, oké. Okay, oh. Waar ben je nou? Nee, je hebt voor views hè? Ja, doe eens even iets geks. Skullcracker, morgen, weet je wat het morgen is? Tijd voor Game of Thrones. Oh my god. Kijken jullie Game of Thrones? Laat het weten in de reactie. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben benieuwd welke series jullie kijken. Maak een lijstje van series die Die wij moeten kijken. Ja. Die wij moeten kijken. Ja, want wij kijken super altijd tijdens het avondeten kijken we series. Nu niet meer. Nu kijken we YouTube. Nou ja, en YouTube is natuurlijk ook redelijk vermakelijk. Nou... YouTube echt stom. Ja, is dit YouTube Nederland tegenwoordig? Waarom zou je dit kijken? Ik snap er niks van. Ik snap echt niet waarom je... Waarom zou je zoveel bezighouden met iemand anders leven? Het zijn alleen maar kinderen van 5 die dit kijken. Sowieso alleen maar mensen die van zichzelf houden, geil op zichzelf zijn, die vloggen. Dat is wel waar. Denk je dat je echt, zeg maar, nou, zo'n egoïstische, arrogante kwal moet zijn om jezelf te kunnen filmen? Ja. Eigenlijk is een beetje het vraagstuk van, is een vlogger narcistisch, toch? Is een vlogger, houdt diegene zo erg van zichzelf dat hij graag naar zichzelf kijkt en dat soort dingen? Ik denk namelijk dat het daar niet in zit. Maar ik denk wel dat mensen die vloggen ervan houden om in de belangstelling te staan. Maar net als elke andere persoon die een beetje, zeg maar, die bijvoorbeeld een entertainende rol heeft. Ja. Zeg maar, ja, toch? Anders kan je dat sowieso niet doen. Weet je wat ik wel denk? Ik denk dat je wel heel, als je vlogt, dat je wel heel erg bewust van jezelf wordt. Want je ziet altijd je eigen lelijke kop. Weet je, heel veel mensen vragen zich af van, ja, maar je laat alleen maar leuke dingen zien en zo, weet je wel. Tuurlijk laat je heel veel, deel je leuke dingen, want dat is juist het leukste om te delen. Maar ik denk dat je misschien wel positiever wordt als je vlogt. Want je gaat meer nadenken over wat je doet, weet je wel. Je gaat ook meer op zoek naar leuke dingen, zodat je het kan vloggen. Misschien heeft het een wisselwerking. Ja. Of is het een heel raar, lastig verhaal? Nee, vind ik helemaal niet raar en lastig. Hier hebben we de eerste milkshake vlog volgens mij met jou opgenomen. Ja, dat is? Nee. Toen was ik fucking awkward. Deed ik zo... Schreeuwde ik zo. Nee, dat was de tweede met Was mij. Dat de tweede? Want de eerste, dat was na die remix zit opnames bij die school. En dit was de tweede. Ik vind gewoon dat iedereen moet doen wat hij zelf wil. Ja, dat sowieso. Ik hou gewoon heel erg van delen. Ik vind het gewoon leuk als ik iets de wereld in stuur, dat ik daar respons op krijg. En dat ik, zeg maar, mijn liefdes en passies met andere mensen kan delen. Ik denk dat dat hetgeen is waar ik het meeste energie uit haal. Ik hou van samen lachen. Ik hou ervan als mensen lachen. En als ik dat kan veroorzaken, dan vind ik dat super vet. Zoals mensen, weet je, als ik een filmpje kan maken en ik heb iets grappigs. Dus hebben jullie al gelachen? Ik heb een grappig idee. Hebben jullie al gelachen?
van deze aflevering. Eigenlijk zou dat ook wel een doel moeten zijn voor elke milkshake vlog. Fun is altijd gewoon een beetje praten en gewoon positiviteit. Positiviteit, alleen maar positiviteit, weet toch. Vooral bij mijn sketches, weet je. Dit is gewoon leuk. Maar sketches is wel echt... Ik ben eindelijk blank. Maar we hadden het eigenlijk over series. Narcos moet jij nog kijken. Ja, maar dat heb jij al. We zoeken naar iets waar we samen kunnen kijken. Maar drop eventjes je... Drop je. Laat achter welke serie we moeten volgen. Geen comedy, mag gewoon een beetje grappig zijn. En we houden vooral van een beetje spanning, thriller. Maar That 70's Show, vind je dat niet keihard? Ik hou niet van sitcoms, man. Ik ga mijn haren door de wal gooien. Wat we leuk vinden is... Kijk zijn fiets. Goedenavond. Mag ik een kokosmilkshake? Die hebben we helaas niet. Oh, oké. Okay. Wat wil jij? Hoi Mert en Teske. Ik zie jullie via Ram. Er zit geen camera in. Ik hoor het aan je stem, Mert. Mogen we even doorrijden naar Ram 1, ja? Oké. Okay, en daar bestellen? Daar bestellen? Ja, zeker. Tuurlijk. Oké. Okay. Okay. Dit is het allermooiste als ze je kennen bij de week. Zo lief ook. Ja. Maar altijd als ik zeg maar niet meer mag bestellen bij de paal en als ik moet bestellen bij raam 1, dan denk ik zo van, oh shit gaat weer los. Yeah. Doe eventjes je serie. We houden van Game of Thrones, Breaking Bad, Narcos, Stranger Things. Dat is een goede vraag. Laat gewoon een goede serie achter, we zijn desperate. Yes, zegt u het maar. Mogen wij... Het kokosmilkshake had je niet, hè? Nee. Ah, jammer. En ik, sinds een keer werk probeer ik hem al terug te krijgen, want het is ook mijn favoriet. Echt waar? Hallo. Wil je goed te doen aan iemand? Aan iedereen. Groetjes aan iedereen. Aan iedereen van de wereld. Sowieso. Liken en subscriben. Yes. Oh, goddammit! We got an original YouTuber. Jullie horen het, mensen. Hoeveel duimpjes omhoog? We gaan voor de 50k. Yes. 50k! Ze staan allemaal bij raam 2 al. Ze staan al klaar voor je. Oh, oké. Okay. Dank je wel. Ik ben liefde. Ah. Dank je wel. Wat zeg je? Is dat jouw dan? Ja, is goed. Hé, hey, hoe gaat die dan? Ja, gaat goed. Hoe gaat het met jou dan? Ja, gaat lekker, man. Ja? Zo. Hey! We hebben hier dus de vrolijkste medewerker ever. Wil je een shout-out doen aan iemand? Ja, naar jou man, naar jou. Ja. Shout-out aan mij. Thanks ja, man. Als ik dit terugkijk, dan zal ik heel blij worden hiervan. Ja, ik vind het echt leuk man, dat ze zo blij zijn, dat ze aan het werk zijn. Ja, ja, ja. Ze zo blij. Maar iedereen stond ook zo te wachten, te kijken. Maar love naar iedereen die love geeft. Love naar iedereen die love geeft, want... Love naar iedereen die love geeft. Mijn vriendinnetje komt van de straat, hè. Ik moet soms echt in video's dat ik zo... Ik zei laatst ook in een video, wilde ik zo gaan zeggen van... Ja, hij heeft laatst nieuw werk gedropt. En toen dacht ik, zo gangster ben ik helemaal. Ik moet echt gewoon zeggen van, hij heeft nieuw werk geleverd. Geleverd? Ik ben daar te blank voor. Ja, kan dat? Kan je te blank zijn voor iets? Maar kan je dan ook te zwart zijn voor iets? Dan klinkt het gelijk super heftig. Racist, hè? Ja. Nee, maar ik vind gewoon, zeg maar, ik praat heel ABN en ik ga met heel veel mensen om die, zeg maar, straattaal gebruiken en daardoor neem ik het af en toe over. Maar dan hoor ik mezelf soms terug en dan denk ik, rustig gaan, dame. Het gaat, weet je waar... Eigenlijk kom ik gewoon van het platteland. Platteland, eigenlijk hoor je zo te praten, hè? Jij hoort eigenlijk gewoon zo te praten. Nee, ik kom niet uit Limburg. Kijk die puppy dan. Oh, een puppy. Oh, er is een puppy. Oh, ik had zo'n honger. Als je honger hebt, wordt positief denken echt moeilijker. Misschien eten mensen die altijd zo'n zeuren eten gewoon weinig. Waarschijnlijk. Niet hebben. Shh, beheers je. Ik kan niet. Dit verzendt zeg maar hele gemixte signalen naar je publiek. Niet dabben jongens. Nee, ik en zeggen, vraag mij ook niet om te dabben als je me ziet, alsjeblieft. En als je ouder bent dan 30, moet je zeker niet dabben. Nee. Please. Misschien, maar mensen die ouder zijn dan 30 snappen ze dat überhaupt wel. Nee. Wat dabben. Die denken deppen. Oh, mag ik dan niet mijn snotje deppen? God.
Godver. Nee, eigenlijk kijkt Mert altijd naar Jake Paul. It's every day, bro, with the Disney Channel flow. Spot, mail on YouTube, 6 months, never done before. Waar ben je allemaal mee bezig, Mert? Met een fles verschuiven om ruimte te maken voor mijn beker. En waar ben je nog meer mee bezig in het leven? Dab! Hele... Oh, Mert! Het is zo mental dat je de hele tijd aan het doen bent en dan jezelf moet kotsen. Er sterft elke keer als ik dus sterft er een cel in mijn lichaam. Doe dat dan even niet. Straks ben je dood. Zal ik jullie even een eerlijke update geven? Milkshake vlogs als deze wil ik vaker doen. Milky milkshakes wil ik af en toe gaan doen. Want dat werd op een gegeven moment gewoon een beetje te simpel om te doen. En om te maken. Jij bent echt iemand die houdt van uitdagingen en van variatie. Weet je, ik wil ook gewoon andere dingen maken. Weet je, ik vind het leuk om in de auto te zitten en dan zie je wat. En met mensen naast me. Die kunnen, als je bijvoorbeeld dan zoiets doet als dit. Auw! Als je ooit iemand een keer heel erg pijn wil doen, moet je in zijn bovenarm. Bovenarm, dat het echt gedoe is. Ah! Mensen buiten die kijken naar ons. Er is nog één hoofdding waar ik mee bezig ben. En dat zijn sketches. Specifieke sketches ben je specifiek, bezig, maar toch? Daar ga ik nog niet te veel over zeggen op dit moment. Weet je, soms dan zijn er even geen nieuwe sketches. Maar ik ben er altijd mee bezig. In mijn hoofd. Dus in principe hebben jullie daar niks aan. Maar, en verder zijn we heel veel aan het Mario Karten. Ja, we hebben Nintendo. Oh, willen jullie een gaming... Zou ik dat... Willen jullie een gaming video op Fun van mij en Tess? Zodat wij een excuus hebben om heel veel te gamen. Ja, precies. Misschien wel, weet je, misschien wel een wekelijkse een extra game upload. Zeg alsjeblieft ja, zodat wij kunnen gamen. Ja, maar laat wel in de reacties weten welke game jullie graag zouden willen zien op dit kanaal. En voordat je Sims in de comments gaat zetten, Mert en ik gaan samen Sims spelen op mijn kanaal binnenkort. Ik heb dat nog nooit echt gespeeld. Maar ik heb dat nog nooit gespeeld, dus dat wordt extra leuk. En jij? Ik? Ja. Ik ga de komende maanden heel veel muziek maken. En verder eet ik heel veel Pringle. En heb ik ook veel Slither.io gespeeld. Ik zie er echt uit als een zwerver. Sinds wanneer is dat een probleem? Ik had gisteren meet and greet. En de reacties die ik daar kreeg van mensen, dat was zo motiverend. En dat was zo tof om te horen. Ik weet niet zo goed waar ik hiermee naartoe wil. Maar ik wil even zeggen, dikke liefde naar mijn fans. Naar mijn echte fans. Het voelt echt, jullie zijn geweldig. Oké, dat is het. Volgende week zondag komt er een hele speciale video aan. Schrijf het in je agenda. Schrijf het op je arm. Schrijf het op je eigen voorhoofd. Doe iets. Maar hij staat stipt om 10 uur online. En de week daarna komt er trouwens ook een hele bijzondere video aan. Die mag je ook opschrijven. Maar check volgende week even. Oké, dus niet vergeten. Volgende week zondag. 10 uur. Nieuwe video. Abonneer op Teske. Abonneer op Fun. Blijf lachen. Doei. Thank you.